Vandaag staat de klassieker van het Nederlandse voetbal op het programma. Feyenoord speelt in hun eigen stadion tegen Ajax. Zo, weer zit schijten. Zo, zit weer te schijten. Een warm welkom allemaal vanuit dit stadion. We hebben ideale omstandigheden en een prima. Jij bent echt niet gezond, jongen. Naast me achter de microfoon zit co-commentator Jeroen de Gruyter. De inzet van vandaag. Ja, maar ze is niet altijd al gezond, hè? Dan zet saus door. Dus wat we kunnen verwachten is een heel felle strijd van spelers die deze met de alleen die vetter was een beetje overheersend. Niks, de deur valt dicht. Ja. Kijken naar de basisschool waarmee Feyenoord zo duidelijk gaat beginnen. Er is een beweging in aanvallende opstelling. De trainer vandaag in de box. Een 4-3-3. Ja, het is een stuk aanvallender dan het populair 4-3-3. Morgen barbecueën. Jij kan ook koken. Jij kan ook koken. Verdedigen en hopen op een counter. Ja, die indruk krijg ik ook. Het probleem is wel dat je bij zo'n uitbreiding de enige spits hebt. Steven Berghuis. En nu snel schakelen voor de counter. Godverdomme, altijd weer die kankerbuitenspel van hè. Je moet FIFA ergens een keer weer wat gaan doen. Ach, mijn vang heb je ook weer gezeik. Ja. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Alvarez. Nee, hij heeft niet gezegd. Hakim Ziyech. David Neres. Ja, die overtreding is wel gezien. Maar de arbiter geeft de Amsterdammers voordeel. David Neres geeft een laag voor. Hij zit er goed tussen bij die paas. Kankersnoer. Hij zat er goed bij. De bal gaat uit voor de inborn. Ja, hier in Apeldoorn net zo.
Ja. Ja, natuurlijk. Wie zit erin? Een ABC'tje voor open doel. Engelse werk. Maar de doelman is dan uiteindelijk ook op de verkeerde plek. Niet te missen. Ja. Knap. Hoe zo voorspoed. Ja, de coach is vanzelfsprekend in haar nopjes. Nog altijd vreugde bij de Rotterdammers vanwege die voorsprong. Terwijl de tegenstander aftrapt. Welke? Oh, oké. Okay. Daar komt de hoekschop van. Steven, doelbal bij Redding. En doorgaan. Zonde. Als je er één geeft, heb je nooit net zijn gegaan. Het ontbreekt dan ook. Shant. Wat? Slechte actie, zeg je. Paas lijkt nergens op. Karel Eiting. Ja. Oké. Okay. Voorzet in de maak. Hij trekt naar binnen. Traoré. De keeper pakt hem. El Amari. Steven Berghuis. Godverdomme, schiet ze normaal met een kankerbal. Jezus, hé. Scheel het me gewoon. Oh, ja, sorry. Ja. Dat ben ik laatst per dag al. Hoppatee, goed zo, Huntelaar. Wat een luxe. Een voorsprong van twee doelpunten. Dat is toch lekker voetballen. Ja, en nu is de wedstrijd gekomen. Ach. En dit kan echt alleen maar als je exceptionele individuele kwaliteit hebt. Hij creëert het helemaal zelf. Wat, hè? Oh, met een gewicht. Ja, ik weet ook dat ik zwaar ben. Ik ben al geus voor wat aan het doen ook. Maar soms denk ik ook wel, soms moet je jezelf ook een beetje verwennen. Alvarez. Hij zorgt dat Paas niet aankomt. Hij springt op de sluiting tot wijken. Salver, doelkant. Ja. Nee, hij had natuurlijk heel iets anders in gedachten. Nu zit de bal ver weg van het doel. Weet je, ik denk als ik bij jou voor vast in dienst was en zo. Alvarez. Dan was ik stukken dunner geworden. In de eerste helft zijn ze achter. Maar ik denk dat jij het. De situatie is zeker nog niet
dezelfde bouw als je moeder hebben en Marieke meer de bouw van je vader. Ja, dat had ik. Ik weet niet meer wat voor maat ik heb. Ja. Dit kan maar eens een kans opleveren. Huntelaar schiet. Een schitterende stoefduik van het doelman. Ja. Ja. Maar meestal neem ik rond 8 vaak nog gewoon een bak koffie en zo. En dat vult ook wel weer. En gewoon veel water drinken, dat vult ook. Ja. Oh, zou ze ook wel leuk vinden. Ja, waar kennen jullie elkaar van? Ja. Godsamme, staat hem in die buitenspel schelen, dief is mijn rol. Wat? Ik wel. Wat? Moet gereageerd zijn en daarmee heeft hij die paas onderschept. Ze gaan allebei naar de kant. Twee nieuwe krachten erin. Ik zei nog wat tijd dat je een keer weer gaan neuken. Dus net als mijn Jori. Was goed. Nee, nou ben je te laat. Alsnog een gevaarlijk moment. Nee, hij scoort niet. Wat een actie. André Onana. Dat op de hoek van Steven Berghuis. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Hij gaat schieten. Goed zijn lichaam ervoor gezet. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Wordt deze uitbraak nog afgemaakt? En die veelbelovende counter met het zo in balverlies. En dat was Santos. Steven Berghuis. Jongen! Godver, godver! Hij moet een speler vervangen. Nou en, zomaar hebben we mijn worst wezen. Dan zou ik wel een grote bek nog teruggeven. Ziet er veelbelovend uit. Voorgeven dan maar, vanaf de vleugel. Je wordt echt goed gecombineerd hier. En het
Godver. Pauze in mijn rol. Missie van Spot, techniek, timing en uiteindelijk ook geluk. Feyenoord met het balbezit. Klaas-Jan Huntelaar. Gevaar zorgen. Hier die bal vliegt binnen. In het dak van het doel. Om daar je handen tegenaan te krijgen. 4-0, Feyenoord tegen Ajax. Met dat doelpunt zorgen ze voor nog een grotere voorsprong. Het is een doelpuntenfestival hier. Absoluut. Feyenoord is vandaag gewoon heel goed bezig. De doelpunten blijven. Boele, boele! Boele, boele! Boele, boele! Boele, boele! Ik zal hem zo even opzetten. Elamadi scoort eens een keer. Godsamme, dat heeft lang geduurd. Zo. Bij Feyenoord schieten ze er gewoon nog één in, terwijl ze al een riante voorsprong hadden. Ja, ze zijn echt op 3-1 vandaag. Niets kan ze stoppen. Hebben jullie niet zo'n draadloze deurbel? Er zijn nog 15 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Dat is altijd handig. En het goed op en onderschept die paas. Alle ballen van hem komen aan deze wedstrijd. Hij levert hem direct in bij de tegenstander. Luciano Narsing. Nee, buitenspel. Zie je? Ja. Nee, ik zit in dezelfde praten. Ja, maar het is altijd handig dat je zo'n draadloze dubbel hebt. Dat je gewoon eentje boven hebt en eentje beneden. En dan doe je gewoon twee deurbellen. Hij was er opeens van door en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie. Hey. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Ja, dat moet gezegd. Er zit helaas weinig spanning in de wedstrijd. Dusan Tadić. Feyenoord kan een vrije trap nemen. Steven Berghuis. Berghuis. Dat moet de goal zijn van Berghuis. En dat is een mooi doelpunt. Kijk eens hoe die bal mooi wordt rondgespeeld. En nu is het dan vrij spelen voor de keeper. En die gaat er natuurlijk in. Dan kan hem rustig afmaken, want de doelman staat niet tussen de palen. Koekoek. Ja, mooi uitgespeeld hoor. En die uitgelezen kans, gewoon netjes verzilverd. De voorsprong is nog groter geworden. En gezien de stand en de tijd is deze wedstrijd wel gespeeld. Van
vandaag krijgen ze een hardpak slaag van de tegenstander. Oeh, naar zijn. Okay. Ja, dat is goed, jong. Yo. Have you got time for just a few questions? That'll be all.